Hallo allemaal en welkom bij weer een supernieuwe aflevering van Ries en YouTube. Shalalalala. De mooie dingen met je doet. Het laat je voelen waarom het leven veel te kort is om aan zorgen toe te geven. Het is echt verlies van elke. Leuk dat je weer kijkt. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Daarmee mis je geen enkele video meer van Ries en YouTube. Wat hebben we vandaag? Ik heb voor jullie meegenomen de E5. En wat een machine, wat een power, wat een kracht. Het is een bromfietsuitvoering. Hij komt niet als snorfietsuitvoering op de markt. Alleen als brommer. En in Nederland is hij net uit. Hij is net in Nederland. En ik mag er een proefritje op maken. Hoe vet is dat? Nu willen jullie natuurlijk weten, hoeveel kilometer kan je ermee rijden? Dat ga ik jullie allemaal vertellen. Het valt eigenlijk een klein beetje tegen hoeveel kilometer je ermee kan rijden. Je kan er namelijk ongeveer 60 kilometer mee rijden met één accu oplading. In deze zit één accu. Je kan er ook twee in doen. Dan kan je er 120 kilometer mee rijden. Maar ik heb hem uitgetest. Gisteren was ik van Leiden naar Schiedam gereden met een volle accu. Dat was 36 kilometer. Toen ik daar aankwam, had ik nog 22% over in de batterij. Vind ik een klein beetje aan de matige kant. Dat is wel een beetje jammer. Met twee batterijen zou je dan iets verder komen natuurlijk. Maar voor zo'n grote mooie machine had ik verwacht dat die toch wel iets verder had gekomen. Maar kom even dichterbij. Laat ik je nog even wat meer details zien. Het is namelijk, loop even een klein rondje eromheen. Om de scooter. En loop er gewoon eventjes omheen. Hij ziet er gewoon natuurlijk. De een vindt hem helemaal geweldig. En de ander vindt hem zo lomp als een deur. Ja, het is even wennen. Het is een compleet andere look. Het display ziet er ook heel anders uit. De voorkant ziet er ook heel anders uit. Het is wel veel plastic wat je ziet. Dit is ook een beetje dat je zegt van het is gewoon oké, hier stoppen we. Zagen hem af en klaar. Het ziet er een beetje, lijkt of het nog niet af is, zeg maar. Het is wel een beetje futuristisch, zeg maar. Ik heb hem ook uitgetest in het donker. Buitengewoon is de verlichting die meedraait als je de bocht doorgaat. Dat vind ik zelf super. De rij-eigenschappen, ja, ik kan niet anders zeggen, jongens. Het rijdt super sportief. Als je erop zit, ik zal er even op gaan zitten. Dat is wel even een nadeel. Je moet echt je been er overheen gooien. Want anders moet je hier overheen. Hierin zitten natuurlijk de batterijen. Nou, ik doe meestal even zo. Hij staat nu op de zijstandaard. En als je zo rijdt, ik zeg je eerlijk, dat rijdt wel echt formidabel. Er zitten twee wat grotere banden op als de E2. Dat hebben jullie misschien al gezien. Voor een iets grotere band. Of even kijken. De wielmaat aan de voorkant is anders als aan de achterkant. De rij-eigenschappen zijn gewoon geweldig. Kan niet anders zeggen. Mis wel mijn schermpje. Maar ja, ik ben natuurlijk een beetje een verwende rijder. Dus je vangt wel gelijk alle wind. Vang je op. Maar voor de rest, ja, je kan je benen bijvoorbeeld zo neerzetten. Maar je kan ook je benen, je voeten hier neerzetten. En als je natuurlijk zo rijdt zoals ik nu zit. Ja, dat ik kan niet anders zeggen, dan zit je gewoon echt als een vorst op dat ding. Je zit ook een stuk hoger op de weg. Hij manoeuvreert heel lekker door alle bochtjes heen die je maar wil. Ja, misschien dat je ook eventjes hier naartoe kan komen met de camera. Dan kan ik ook eventjes een klein beetje uitleggen wat al die knopjes nou precies zijn die erop zitten. Nou, hij staat op dit moment aan. Er zit nog, ik weet niet of je dat goed kan zien, 47% zit er in de 47% zit er nog in de batterij. Totaal heeft hij gereden, deze scooter die ik eventjes te leen heb, 386 kilometer.
Nou ja, het is hetzelfde als met de E2. Als je hem start, dan springt de toerenteller of de kilometerstand op nul. Dus bij elke rit begin je weer op nul. Deze knop, dat is de parkeerstand. Daar staat hij nu op. Druk je op deze knop, de parkeerstand in. Dan is die start klaar om te gaan rijden en springt hij op eco. Als ik deze knop indruk, dan springt hij op sport. Dus je kan schakelen tussen eco en sport. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb gereden in de sportstand of in de eco-stand. Maar dat is eigenlijk niet te doen. Dat is zo langzaam. Dat is echt, dan kan je net zo goed gaan fietsen. Dat schiet echt niet op. Dus ja, iedereen gaat natuurlijk in de sportstand rijden. Nou, dan heb je natuurlijk hier de klakson. Je hebt de knipperlichten waaraan je ook weer je eigen geluid kan geven. Dat doe je door aan dit wiel te draaien. Je kan hier, zeg maar, als je zeg maar hierop drukt, dan komt een heel display komt er tevoorschijn. Kijk, en kan je dat zo misschien goed laten zien. Nu staat hij, zeg maar, in de sportstand. De batterij. Als je de knop indrukt, dan ga je er naartoe. Dacht ik, ja, dan komt hij. En dan kan je ook weer van alles doen. Dus het is een ontzettend uitgebreid menu. De audio, dus voor elke de volume kan je aanpassen. Je kan, als die aangaat, kan je ook weer vier verschillende geluidjes erop zetten. Dan hoor je dus bijvoorbeeld dit. Of dit. Als die start. En dan kan je bijvoorbeeld deze. Nou, en zo heb je dus voor... ik heb nu bij aan, laat ik liever op deze stand staan. En zo heb je dus voor elke toepassing bij starten, waar je de richtingenwijzer hebt, heb je verschillende geluidjes. Alarm heb je verschillende geluiden. En als je het zelfs de zijstandaard in en uit doet, dan hoor je ook een apart geluid. Ja, hartstikke leuk. En wat je ook nog kan doen, als je helemaal terug gaat. Je kan hem natuurlijk verbinden met het internet. Dat is deze. En dan kan je hem verbinden met de e-scooter app. Waarmee je dus je e-scooter ook kan volgen. Als die bijvoorbeeld gepikt wordt. Of als je dochter ermee aan de haal gaat voor een avond. Ja. Voor de rest, display kan je nog veranderen. Dus je kan kiezen uit thema. Kan ik kiezen uit twee thema's. Dit is de kilometerstand thema. Dus dat ziet er dan zo uit. Even kijken hoor. Zo ga ik naar mijn home. Oh, wacht. Sorry. Ik ga iets te snel. Ik ga even naar mijn... Waar was ik? Display. En dan zeg ik thema. En dan wil ik die hebben. Dan druk ik hem aan. Dan komt er een vinkje. Dat was ik even vergeten. Dan ga ik terug. En nu staat hij op zo'n. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Ja, hij ziet het wel, ja? Goed hoor. Ziet u dat goed? Ja. Nou, dus dat zie je hem op dit. Maar vind ik zelf niet zo heel duidelijk als je aan het rijden bent. Dit is dus de accu-stand. Er zit nog 50% in ongeveer. En dit is dan de kilometer teller. Maar ja, ik vind die andere prettiger, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar zet ik hem dan maar ook maar weer op. Dus ik ga weer terug naar mijn display. Druk even de knop in. Thema. Ik verander hem naar deze. Vinkje. En terug. Nou, en hier heb je nog wat meer info. Allerlei info die je dan... je taal kan je instellen. De info. Allerlei dingen kan je doen. Afijn. Een minicomputer waarvan ik begrepen heb dat ze er ook mee bezig zijn. Dat is in ontwikkeling om hier ook je navigatie in te krijgen. Maar dat is op deze nog niet het geval. Oké, voor zover even het display. Dit is je grote licht en je kleine licht. Dit is de return. Dus als je deze knop indrukt, dan gaat de scooter achteruit rijden. Als je deze indrukt, dan gaat de achterklep open of je zadel. Misschien kan ik dat even laten zien. Nou, zo zie je, met mijn scooter kan ik gewoon mijn benen hier langs halen. Nu moet ik echt mijn been er overheen tillen of hier overheen. Vind ik zelf een klein nadeeltje, maar voor de sportieve rijders zoals jullie zal dat geen enkel probleem zijn. Als ik dat knopje indruk, hup, hoor je klik en dan gaat het zadeltje open. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, er zit nu één accu in, maar ik heb even een tweede accu erin gedaan. Die ga ik toevallig morgen eventjes terugbrengen. Die is van een vriend van mij. Als je hier even in de bak kijkt, dan zie je wat een mega ruimte erin zit met twee accu's. Misschien kan je de binnenkant even filmen. Dus twee accu's zitten erin nu. Normaal zit er
Dat is de oplader die erbij zit. En de oplader gaat ook heel simpel door hier de stekker erin te doen. De oplader kan je er zo uithalen. En je plug hem in met een gewone stekker. Hoe vet is dat? En ik ga je nog iets vertellen, jongens, over deze oplader. Deze oplader. Wat een powerful ding is dat. Het is een... Daar wil ik toch even iets over vertellen. Ik heb er voor de rest geen verstand van. Maar wat ik wel weet, is dat met de E2, die ik zelf heb, duurt het ongeveer 5 à 6 uur als de batterijen helemaal leeg zijn om hem helemaal op te laden. Met deze zit één accu in. Je gelooft het niet, toen ik vanochtend op mijn werk aankwam, had hij al wat kilometers gereden, stond hij op 8%. Ik denk, ik steek het stekker erin. Na 3 kwartier ging ik kijken en de batterij zat al voor 67% gevuld. Hij gaf aan 67%. Nou, vind ik echt onwijs gaaf dat het zo snel gaat. Daar ben ik natuurlijk super blij mee. Want daarmee kan je gewoon in 3 kwartier tijd enorm veel stroom erin duwen. En ja, in 3 kwartier tijd kan je wel ergens een bakje doen. En dat je dan denkt van nou ben ik er even klaar mee. En dan kan je weer rijden. Met de E2 is dat niet het geval. 6 uur lang even ergens een bakje doen is net even te veel voor van het goede, zeg maar. Ja, wat kan ik nog meer vertellen? Hij ziet er gewoon super sportief uit. De achterkant is best wel geinig. Je ziet er echt een hele sportieve look. 2 schokbrekers heeft hij. Dat zit uitermate comfortabel. Ik heb de cameraman meegenomen. Die zei ik net zelf ook. Hij zegt, ja, ik zit hier eigenlijk best wel goed op. Oh ja, niet vergeten. Deze scooter die heeft geen riem. Deze scooter heeft een ketting. Zoals je ziet. Ja. En ja, dat is, hoor je toch wel een klein beetje als je rijdt. Niet zozeer als met een riem, dan hoor je echt bijna niks. Met de ketting hoor je toch wel draaien, zeg maar. Maar daarmee heb je toch wel het gevoel dat je een sterke scooter onder je kont hebt zitten. Ja, de batterijen gaan ook, wat je net gezien hebt, die gaan hier zo schuin in. Hè? Dat kan je ook in andere filmpjes zien die op YouTube staan. Hè? Er staan zat demonstratiefilmpjes in. Ja, de zijstandaard zit er nog op. Dan heb ik ook nog een USB-poort waarmee je je telefoon op kan laden. Ook echt niet onbelangrijk. Een minpuntje. Oh, wacht even. Ik heb nog vergeten te vertellen. Aan deze kant heb ik ook nog een paar knoppen. Ik was 1 knop vergeten. 2. Dit was trouwens de cruise control. De cruise control, super handig. Met de E2 zit ook een cruise control op. Maar met deze, die doet het echt in elke snelheid die je rijdt. Dus of je nou 30 rijdt, 40 of 50, je drukt hem in en je kan met je linkerhand gewoon sturen en met je rechterhand kan je aan je kont krabbelen. Hartstikke handig als je jeuk hebt. Maar dit is ook een leuke. Als je je licht aan hebt en je rijdt 's avonds, dan kan je dit knopje indrukken. En misschien kan ik dat nu laten zien in de koplamp, als je dat ziet. Zie je dat? Hij shined. Ja. Ja. Nou, dan heb je dus een enorme beam. Het grote licht, mensen. Ik heb dus gisteravond, reed ik terug in het donker. Dat is echt niet normaal. Als je het grote licht aandoet, heb je zo'n... Ik echt super. Het licht is echt onvoorstelbaar. Je hebt echt een beam van licht. En ja, dat is natuurlijk heel comfortabel dat je goed zicht hebt waar je rijdt en wat je aan het doen bent. De rechterkant heb ik hier ook nog een paar knopjes. Het zijn niet de allermoeilijkste knopjes. Dit is eigenlijk dat sport en eco stand. Dit is gewoon je licht aan en uit. Deze die laat ik altijd in de automaat staan. Dat kan je ook nog op hand zetten. Dat heeft ook met je licht te maken, maar die laat ik lekker op automaat staan. En dit is je alarmknop. Dan gaat de alarmlichten die gaan aan. Ja, dat was even in vogelvlucht de e-scooter. En ja, wat ik nu eigenlijk wil doen en waarom ik hier op het station sta. Dat is eigenlijk om eventjes aan een aantal voorbijgangers te vragen wat zij van de allernieuwste e-scooter E5 vinden. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ja, wat ik ervan vind. Ja, ik kan hem mooi vinden, ik kan hem lelijk vinden. Iedereen heeft zijn mening erover. Het is een hele mooie scooter voor de sportieve rijder. Ik ben een beetje wat toerder. Ja, en als je gaat toeren, dan wil je gewoon heel veel power bij je hebben. Dus je wil heel veel kilometers kunnen maken. Dat mis ik toch een beetje bij deze. Heel sorry.
dat ze zo goed hun best gedaan hebben om een hele mooie nieuwe scooter te maken. Dat mis ik een beetje. Misschien dat ze iets beter hun best moeten doen om de accu's nog verder op te krikken. Dat er meer power in komt, zodat je nog verder weg kan rijden. Voor de rest, het rijden zelf heb ik net al gezegd. Super, echt super. Ik kan niet anders zeggen. De passagier die zit hier ook gewoon geweldig. De steuntjes zijn heel mooi weggewerkt. Dus als je niet met een passagier rijdt, ja, dan lijkt het net alsof het zo erbij hoort. En ik vind dat wel mooi, mooi gedaan. Ja, wat kan ik nog meer vertellen? Ik heb eigenlijk best wel veel verteld. Hè? 2, 1, go. Ja, ik moet toch nog iets vertellen. Was ik iets heel belangrijks vergeten. Er zit namelijk bij een hele gave afstandsbediening. Nou, het is gewoon van een auto volgens mij. Want er staat ook een autootje op. Inderdaad. Ja, dat is wel een beetje raar. Dan had ik eigenlijk verwacht dat het wel een soort e-scooter afstandsbediening zou zijn. Maar ja, als je hem dus aandoet zoals die nu staat. Staat hij aan en druk je hem uit, gaat hij uit. Heel simpel, je drukt hem uit. En de e-scooter is gewoon uit. Nou vind ik het zelf prettig als die bijvoorbeeld op stuurslot staat. Nou, druk je deze naar beneden. En dan moet je het knopje even indrukken. Komt er een sleuteltje uit. Zoals de meesten wel weten. Dat is bij een auto sleutel ook vaak zo. Je doet het klepje open. En nu zeg ik je eerlijk mensen. Ik vind dit een beetje onhandig gemaakt. Ik vind het klepje vind ik ook niet echt handig. Het gaat ook niet makkelijk lekker dicht. Kijk, zie je? Ik vind dat een beetje, ja, ik weet niet. Het voelt een beetje plasticachtig aan. Dat vind ik jammer dat ze dat zo gemaakt hebben. Oké, maar ja, als die dicht zit, zit die gewoon dicht. Dan heb ik hier de sleutel. Misschien dat je iets lager nog kan filmen. Dan kan je het nog misschien nog beter zien. Hier zit het contactslot. Je doet de sleutel erin en je draait aan de slag. En nu staat de sleutel of de scooter in het stuurslot. Ja. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Oh. Zo. Ik doe hem aan en ik doe het klepje weer dicht. Hello sir, what's your name? Abby. Abby. Yeah. Abby, welcome in Leiden. Thank you. My name is Richard and you are Abby. Yeah. This is the e-scooter E5. Yes. So, what is your first look and first opinion when you see this scooter? It looks beautiful. It looks very modern. Very, very modern. Yes, yes, yes. And do you think it's a motor or is it a snore, like a blue license plate or yellow license plate? Or you think it's a motor? It looks like a scooter to me, like yes. A moped. Okay, but can you see it's an electric one? Yes, I can. Yeah? Yeah. Okay. And do you also have by yourself a scooter? Yes, but not an electric one. No? No. What kind of scooter do you have? I have a pet gasoline. Gasoline? Gasoline. Okay. Yeah. No, Vespa? Vespa. Okay, yes. That's also a very good scooter. Very yes. Good. Yes. But this is the newest e-scooter. Yeah. And yeah, thank you for your first comment on this video. Thank you very much. Bye-bye. Hallo meneer, mijn naam is Richard. Hartstikke leuk, u bent in Leiden gearriveerd. Ja. Wat is uw naam? Jan heet ik. Jan, dat is een hele makkelijke naam, Jan. Jan, wij hebben hier meegebracht de allernieuwste e-scooter E5. En dan wil ik eventjes eerlijk aan u vragen. Wat vindt u op het eerste gezicht, als je deze scooter voor de eerste keer ziet in uw leven, als u hem zo bekijkt, wat vindt u ervan? Nou, hij is groot. Hij is best wel groot voor een scooter, lijkt het wel. Ik vind hem eigenlijk ook wel mooi uitzien, als ik zo kijk. Ik vind de hoeken, het mooi hoekig design eigenlijk, ja. Ja? Ja, ik vind het best wel mooi. Ja, het is gewoon een bromfiets. Dus je hebt er wel een helm bij nodig. Ja, veel nummerbord, ja. Zou je zelf ooit overwegen om een scooter te kopen? Of? Nee, ik persoonlijk niet, nee. Nee? Nee. En je bent meer van de fiets? Ja, zeker, meer van de fiets, ja. Ja. En dat is meer om fit te blijven of... Ja, aan de ene kant, ja zeker, om fit te blijven. Aan de andere kant vind ik scooters vaak in de weg zitten op het fietspad. Dus ja, ik ben er geen fan van, om zo te zeggen. Maar
Nee, dus ik zou nooit een scooter overwegen. Maar als je een scooter overweegt, is dit een mooi ding volgens mij. Ja, absoluut, absoluut. En ja, ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden de regels aangepast. Hè? Met deze moet je een helm op. Ja. En dan moet je op veel plekken moet je gewoon op de openbare weg rijden. Ja. Daarmee worden de fietsers een beetje beschermd, zeg maar. Ja. Maar ja, je hebt wel gelijk, een beetje natuurlijk. Dat fietsen blijf je lekker gezond. Maar... Ja, zeker. Maar scooters zijn in dat geval ook gewoon een goede oplossing. Als je mobiel wil zijn en een auto is te groot of iets dergelijks. Of je hebt dat niet per se nodig. Of wat langere afstanden misschien. Langere afstanden, die met de fiets dan niet te doen is. Nou, neem dan een scooter inderdaad. Ja. U had mij net verteld dat u de trein moet halen. Dus ja. Ik zal u niet langer meer ophouden. Hartstikke bedankt voor uw antwoorden. En ik zou zeggen, nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Mooi ding. Fijne dag nog. Oké, bedankt hè. Wat is je naam? Ik heet Piotr, hallo. Piotr, oké, wat een leuke naam. Hartstikke leuk. Dat is onze cameraman. En dit is de allernieuwste e-scooter, E5, uit China. Ja. Wat als u dit voor de eerste keer ziet, wat vindt u ervan? Ik vind hem er niet heel Chinees uitzien eigenlijk. Ik vind hem strak. Het lijkt meer een Teslaatje eigenlijk, toch? Een kleine mini-Tesla, dat is het eigenlijk ook wel een klein beetje. Hij is elektrisch, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen. Nee, had ik nog niet begrepen, maar het lijkt op een Teslaatje, dan zei ik dat. Dus, ja. Nee, dat klopt helemaal. Het is een bronfiets. Hij komt als bronfiets ook op de Nederlandse markt. Zou u zelf... elektrisch. Ja. Zou u zelf ooit overwegen om een e-scooter te kopen? Of in ieder geval een elektrische scooter? Nou ja, ik ben sowieso niet echt van de scooters eigenlijk. Maar ik heb wel een moeder die het heel belangrijk vindt dat ik goed voor het milieu zorg. Ja. Dus als ik dan een scooter zou kopen, zou het een elektrische zijn. Maar ik denk niet dat mijn budget het nu toelaat om, om deze aan te schaffen. Maar ik weet niet wat die kost eigenlijk. Hij gaat rond de €4.000 kosten. Ja, het voordeel is natuurlijk wel, je plugt hem in de contactdoos. En binnen een uur of anderhalf uur heb je een volle lading waarmee je weer ongeveer... Hetzelfde gewoon als een auto? Hoe bedoel je? Met auto? Nee, gewoon een normale stekker. Gewoon een normale stekker. Die gaat erin. En die zit hieronder. Dat kan ik je laten zien. Gewoon een, dit is de oplader. Die zit hier. Ja. Nou ja, je begrijpt het wel. Het is gewoon een normale stekker. Ja, oh. Handschoenen. Ja, niet meer nodig natuurlijk. Nee. Maar, dat was het eigenlijk. Ja. Hartelijk bedankt. Ja, top. Dankjewel. Oké, tot ziens. Goedemiddag meneer. Mijn naam is Richard. Wat is uw naam? Ik ben Jack. Hallo Jack. Hallo. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Oegstgeest. Oh, met de trein? Met de trein, ja. Oh, had je bijna kunnen lopen. Nou, met de trein ben ik in Den Haag, Delft uitgekomen. Oké. Nou, maar leuk dat ik u tref. Ik wil u wat vragen. Wij hebben de allernieuwste scooter uit China meegenomen, de e-scooter E5. U heeft hem waarschijnlijk nog nooit gezien. Nee. Als ik u vraag, wat is uw eerste indruk van deze scooter? Wat zegt u dan? Hij ziet er modern uit. Hij ziet er inderdaad modern uit. Zou u zelf ooit overwegen om een elektrische scooter aan te schaffen? Ik heb een elektrische fiets en daar ben ik erg tevreden mee. Dus ik ben wel positief over alles wat elektrisch is. Dus ik zou hem wel waarschijnlijk willen aanschaffen. Even kijken wat de specificaties zijn en noem maar op. Ik ben altijd wel duidelijk in die dingen. Dus, maar als ik zo snel kijk, ziet het er wel uit naar waar ik van hou. Zwart, lekker wat lelijke kleding, noem maar op. Dus. En wat vindt u dan belangrijk bijvoorbeeld? Dat die, bijvoorbeeld hoe ver die kan rijden of dat die lekker zit of dat je er bijvoorbeeld ook goed op kan rijden met een passagier erachterop? Nou, toevallig wat u net ook zegt, dat ik er lekker lang mee kan rijden als voorbeeld van en dat die ook lekker zit. En ook een acceleratie zou wel lekker zijn, maar ik neem aan dat het allemaal wel goed allemaal getest is in China. Absoluut, absoluut. De rij-eigenschappen zijn ook fantastisch, moet ik u eerlijk zeggen. Ik kan niet anders zeggen. Nou, hartelijk bedankt dat u eventjes een reactie wilde geven. Geen probleem. En ik zou zeggen, een hele fijne avond. Hetzelfde. Oké, nog meer. Tot ziens. Goedemiddag meneer, mijn naam is Richard. Wat is uw naam? Pascal. Hoi Pascal. Leuk dat je eventjes tijd voor ons maakt. Ja. Dit is de allernieuwste e-scooter E5, helemaal uit China. Als je hem zo voor de allereerste keer ziet, wat is dan je eerste indruk? Je mag heel eerlijk zijn, hè? Ja. Futuristisch. Heel erg strak, als in hoekig en... Ik weet niet of het helemaal mijn stijl is, om eerlijk te zijn. Maar het is wel voor de toekomst, zie ik het wel. Ja. Je had wel begrepen dat dit een elektrische scooter was, hè? Ja,
Ja, nou, dat zie ik ook op het scherm, zie ik met eco en zo. Dus dat heb ik wel begrepen. Zou je zelf ooit overwegen om een elektrische scooter aan te schaffen? Ja, maar dan puur alleen voor het feit dat het beter is voor de natuur. Voor de natuur, dat hoorden we er net ook al, hè? Ja. Dat was inderdaad een hele goeie. Ja, dus er zijn toch heel veel mensen in Nederland die kiezen speciaal een elektrische scooter. Omdat het gewoon beter voor het milieu is. Ja. Je krijgt die uitlaatgassen niet meer in je gezicht als je bij het stoplicht staat. Je hoort niks meer. Het is heel stil. Dat is ook prettig. Bedankt voor uw reactie. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Ik hoop niet dat je je trein gemist hebt door dit interview. Nee. Ik kom net uit de trein. Ik moet gewoon wachten op een vriend. En dus komt hij over 10 minuten, 5 minuten. Oké, wens ik je een hele fijne avond, meneer. Ja, hetzelfde. Top. Nou, goedemiddag. Mijn naam is Richard. Wat is uw naam? Ik ben Els. Nou, hallo Els. Hartelijk welkom hier op het Centraal Station in Leiden. Wij hebben vandaag meegenomen de e-scooter E5 uit China. Als u hem zo op het eerste ogenblik ziet, wat denkt u dan en wat vindt u ervan? Wel een blitz scootertje. Ik zie wel de voorkant, die vind ik niet echt heel aerodynamisch eruit zien. Die heb ik al eerder gehoord, inderdaad. Okay. Ja, wat blokkerig, wat lomperig misschien. Ja. Maar wel mooi zwart en gestroomlijnd verder. Hij is er ook in verschillende kleuren, hè? Oh, oké. En volgens mij kan je er met z'n tweeën op. Dat klopt. Je kan er inderdaad met z'n tweeën op. Hier heb je de stepjes, zeg maar, voor de medepassagier. En die kan... Mooi display zit erop. Ja, dat klopt. Mooie spiegeltjes. Hij is helemaal elektrisch. Met een volle acculading kan je ongeveer 120 kilometer rijden. Spreekt u dat aan? Ja, ik heb nog nooit op een scooter gereden, dus... Why not, hè, zou ik zeggen. Misschien wel voor in de stad is het wel handig natuurlijk. Maar in de stad? Ik ga dus gewoon altijd op de fiets. Dus ik heb er nog nooit op gezeten. Een elektrische fiets? Nee, nog een gewone, hele normale fiets. Oké. Nou, dat is hartstikke goed van u. Ja. Lekker sportief bezig. Maar als je wat langere afstanden wil rijden en je wil natuurlijk goedkoop van A naar B. Want met één oplaadbeurt van ongeveer, laten we zeggen 1 uur en 30 minuten, kan je ongeveer 120 kilometer rijden. Ja, precies, dus alleen... als je in de Bollestreek woont en zo. Ik had collega's toen ik nog in de Bollestreek werkte, die gingen van dorp naar patiënten. Dan is het natuurlijk ideaal, zo'n vooral elektrische tour. Kijk, helemaal goed. Nou, hartelijk bedankt voor deze reactie. Ja. En ik hoop niet dat u de trein gemist... Oh nee, u staat op uw man te wachten. Moet er zo aankomen. Hij is er nog niet. Dus, Nou, hij zal zo vast wel komen, want zo'n mooie vrouw laat je natuurlijk niet hier wachten. Nee, dat hoop ik niet. Oké, nog een fijne avond. Hè? Goedemiddag, mijn naam is Richard. Wat is uw naam? Ibrahim, hartelijk welkom op Leiden Centraal. Woon je in Leiden? Nee, Katwijk. Je woont in Katwijk? Ja. En je komt hier gewoon eventjes op visite? Nee, ik kom van school. Oh, je komt net van school? Ja. Oké. Nou, hartstikke goed. Wij hebben meegenomen vandaag de e-scooter E5. Als je deze scooter voor de allereerste keer ziet, wat is dan je eerste indruk? Ziet er wel goed uit. Heb je zelf ook een scooter? Nee, ik zelf niet. En zou je ooit overwegen om zelf een scooter aan te schaffen? Dat weet ik nog niet. Misschien in de zomer. Maar niet in de winter of zo. Ik denk in de zomer alleen. Want in de winter is het een beetje te koud? Een beetje te koud ervoor. Ja? Dan heb je tegenwoordig ook van die beenkleden, hè? Die hebben je waarschijnlijk wel eens gezien. Is te veel moeite, joh. Nee, die zitten vast aan de scooter. En zodra je erop stapt, kan je gewoon een beenkleed eroverheen doen. Dat is waar ook. Ja. Maar ik zit liever in een auto. Ja, oké, dat is ook wel zo. Maar met een scooter ben je natuurlijk wel heel wendbaar. Je kan heel snel van A naar B. Parkeren is natuurlijk helemaal geen probleem. Zoals je ziet, dan staan we nu geparkeerd op het plein in Leiden. Nou, dat zie ik jezelf niet zo gauw doen met een auto, hè? Nee, dat zeker niet. Maar ja, we hebben ook genoeg parkeerplaatsen hier ook. Ja, dat is waar. Had je wel gezien dat het een elektrische scooter was? Nee. Nou, het is een elektrische scooter. En misschien vind je het leuk om te weten. Met deze scooter kan je met één oplaadbeurt, als er twee accu's in zitten. Er zit er nu eentje in. Maar als er twee in zitten, dan kan je er ongeveer 120 kilometer mee rijden. Met één oplaadbeurt. Dat is wel lang, ja. En met deze benzinekosten? Ja, dat komt zeker voordelig uit. Maar hoe lang duurt zo'n oplaadbeurt? Ongeveer een uur en 30 minuten. Ja, dat valt wel mee. Valt wel mee, toch? Ja, van een kopje koffie drinken en je kan weer 120 kilometer verder. Dan kan ik mee leven, ja. Dat is wel top. Hey, hartstikke leuk. Bedankt voor deze reactie. Ik zou zeggen, heel veel plezier in Leiden. En we gaan elkaar vast nog een keertje tegenkomen. Zeker. Hey, tot ziens, hè. In the streets, busy life is a chopper. While you are
your world, your fish stay on the upper. Those who disagree choose the way over the bar. Those who blend right in choose the book on the laptop.